Ja, en dan zijn we terug met onze volgende gast. En dan praten we over studiebeurzen, we praten over scholarship. We praten over beurshalen die in het buitenland verder willen studeren. Nou, we weten dat de meeste studenten, ja, dan moet ik zeggen de meeste, want anders ga ik een beetje overdreven. Maar dus het komt nogal voor dat studenten vaker in Nederland willen studeren. En we hebben laatst ontwikkeling gezien waar veel studenten naar Cuba afreizen om een medische studie daar te doen. Maar vandaag praten we met twee, ja, laten we niet zeggen studenten, maar twee afgestudeerden die in het buitenland zijn afgestudeerd. Ik ga niet zeggen waar ze hun studie hebben afgerond. Zij zullen dat zelf vertellen. En ze willen Suriname verder inlichten hoe dat verder aan toe gaat. We hebben vandaag de gast Minerva Demidov en mevrouw Selena. Ik hoop dat ik de naam goed heb uitgesproken. Daarson. Goedemorgen, ja, mevrouw en dames, zullen we het zo zeggen, makkelijk zeggen. Jullie zijn hier zo om te praten over scholarship, hoe dat allemaal aan toe gaat. Yes. En jullie willen, ja, we gaan ook praten over jullie ervaring. Wie kan ik de beurs geven? U beginnen, mevrouw Daarson. Okay. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we bij het begin beginnen. We hebben u onlangs gehad in Mantetaki en u heeft verteld over uw studieperiode. Misschien kunnen we dat even weer kort recappen. Okay. Goedemorgen, mijn naam is Selena Darshan. Ik ben in november afgestudeerd van de University of Dundee, sorry, in Schotland. En ik heb daar MSc in International Mineral Resources Management gedaan. Mm-hmm. Hoe ben ik daar terechtgekomen? Door te applyen voor de Scheveningbeurs. En Scheveningen is een beurs die wordt aangeboden door de Britse ambassade, dus het Verenigd Koninkrijk. En dat is dus beschikbaar voor students all over the world en zo ook Suriname. Ja. Yes. Oké, okay, en mevrouw Demidov, heb ik uw naam goed uitgesproken? Ja, dat klopt. Mm-hmm. Ik ben eigenlijk begonnen met een studie sinds september 2019 aan de Universiteit van Manchester en in UK. En dus ik ben bezig eigenlijk om corrosion control engineering te studeren. Oké. Okay. En dus ik moet ongeveer over een week van vandaag, dus eigenlijk moet ik afstuderen. Ja. Ja. En dus ik heb eigenlijk ook eigenlijk een Scheveningen Award gehad, net als eigenlijk Selena het jaar daarvoor. Mm-hmm. Oké, okay, en wat houdt uw studie eigenlijk in? Oké, okay. Corrosion Control Engineering, het gaat eigenlijk specifiek eigenlijk meer eigenlijk om alles gerelateerd met corrosieprocessen. Met? Dus corrosieve processen. Okay. Mm-hmm. Dus in principe het gaat eigenlijk veel meer, eigenlijk meer om eigenlijk de methodes en zeg maar ook eigenlijk de theorische die allemaal bestaat om corrosie te bestrijden in processen die allemaal voorkomen. Mm-hmm. Ja. En heeft uw studie te maken met de mijnbouwsector? Nee, het is niet met de mijnbouwsector, maar het is eigenlijk meer bijvoorbeeld, je kan het heel goed toepassen in de petrochemische wereld. Oké, okay. Dus dat denken we in richting staatsolie. Precies, dat klopt. Ja, ja. Maar in principe eigenlijk zolang je industrie hebt, mm-hmm. waarbij je eigenlijk te maken hebt met processen, die in principe corrosieve eigenlijk, zeg maar, dingen, identiteiten hebben, nou, dan kan je daar toepassen. Ja. Eigenlijk, zeg maar, zal uw studie in de toekomst, zeg maar, gewild zijn vooral zo, en denken aan de verschillende oliefondsen welke Suriname onlangs heeft gedaan, toch? Ja, zeker. Want in principe, ik heb voor 7 jaar heb ik eigenlijk gewerkt voor staatsolie. Okay. En dat is zeg maar eigenlijk waar ik ook heb gezien hoe belangrijk is zo eigenlijk een, zeg maar, zo, een engineer is voor deze type van, industrie. Mm-hmm. Yeah. Oké. Okay. Mevrouw Daarson, yes. Om te praten over uw studie, dat had te maken met de mijnbouwsector. Bent u inmiddels al heeft u inmiddels al een goede baan gevonden? Maar mag ik zeggen, nee, maar we lachen erom. Maar ja, weet u, vele studenten die hoger zijn opgeleid, die gaan luisteren, ik kan me draai niet vinden in Suriname, ik ga me heel ergens anders zoeken. En alle kaders van ons gaan vertrekken naar het buitenland. Dus we willen weten hoe het met jou is afgelopen. Oké, voor mijn vertrek werkte ik al bij staatsmijnbouwbedrijf NV Grasalco. Mm-hmm. Ik was toen operations officer en toen ik terugkwam heeft men me dus benaderd als ik weer een functie zou willen bekleden binnen het bedrijf. Dus ik mag zeggen dat ik dan van operations officer naar superintendent exploratie ben gegroeid binnen het bedrijf. En dat is dus leidinggevende aan de exploratieafdeling. Onlangs zat ik ook op operations. Dus ik kan zeggen dat ik mijn skills kan toepassen binnen een Surinaams bedrijf. Ja, klopt. Want daar gaat het om. Want de meeste studenten geven aan, luisteren, ik wil verder studeren, ik wil hoger opkomen, ik wil Suriname ondersteunen. Maar het probleem dat er is, wanneer ik ben afgestudeerd,
kom ik niet makkelijk aan bod. Dus ik moet me heel ergens anders gaan zoeken. En de informatie waar ik ons heeft bereikt is zo dat wanneer onze studenten zijn afgestudeerd, dat bedrijf, internationale bedrijf, aangeven, luister, dan kom bij ons werken. Precies. Tegen een veel hogere salaris en betere secundaire voorzieningen. Ja. Mevrouw Dimitrov, hoe kijkt u naar dat stukje? Om eerlijk te zijn, eigenlijk, ik zou eigenlijk sowieso, dus als ik klaar ben met mijn studie, zou ik wel terug kracht willen komen naar Suriname. Okay. En dus eigenlijk zijn mama kracht willen geven. Ja. In welk bedrijf nou dat eigenlijk precies eigenlijk zou gebeuren. Dus daardoor wil ik misschien nog heel goed nadenken. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik wel dus terugkom om mijn kracht te geven aan Suriname. Ja. Ik heb opgemerkt dat jullie een specifieke t-shirt op hebben met een bepaalde tekst erop. Waarom zo? We zijn Chevening. Zo die beurs, heet Chevening Beurs. Dat is het, Chevening Awards. En ze hebben een slogan, I am Chevening. Mm-hmm. Omdat, kijk, met deze beurs beogen ze om future leaders toch op te leiden. Het gaat er dus om dat de Britse ambassade terug wil geven, of UK wil teruggeven aan de verschillende landen, door leiders voor ze klaar te stomen, toch, voor de industrie, verschillende industrieën. En I am Chevening betekent I am a leader, I am beautiful, alle positieve dingen die je daarachter kan zetten. Zeggen ze I am creative, I am positive, innovative. Dus dat is dus die slogan, I am Chevening. En we zijn ook van plan om hier eigenlijk er meer bekendheid aan te geven. Mm-hmm. Dus als men je dan kan herkennen in je uniform, dan weten ze van je kan bij die dames zijn voor een beurs. Kunnen we stellen dat jullie ambassadeur zijn? Zeker. En we gaan ervan uit dat mensen nu luisteren en mensen kijken naar deze aflevering en ze vragen zich af, hoe kom ik in contact, wat moet ik allemaal doen? Mevrouw Dimitrov, wat geeft u antwoord? Oké. Nou, eigenlijk in mijn geval, eigenlijk, hoe ik eigenlijk aangekomen ben met Chevening, is dat eigenlijk, ik heb eigenlijk gewoon gegoogeld en ik heb eigenlijk de informatie kunnen vinden. Ja. En dus net als eigenlijk, hoe ik dat heb gedaan, kunnen eigenlijk any Surinaamse student kan eigenlijk gewoon informatie van Chevening opzoeken. En dus eigenlijk zeg maar eigenlijk dan applyen. Mm. Daarnaast ook nog, dat is eigenlijk trouwens eigenlijk waarom eigenlijk wat die promotie doen, is dat eigenlijk een beetje meer bekendheid wil geven aan deze studenten. Mm. Want ik begrijp best wel dat misschien eigenlijk dus niet aan ieder eigenlijk weet precies eigenlijk hoe je zeg maar eigenlijk dat allemaal op moet zoeken. Maar dat is eigenlijk waarom eigenlijk wij proberen eigenlijk om een beetje meer awareness te brengen ten aanzien van deze beurs. Oké, u geeft aan, ik moet gaan searchen op het net, maar voor daar zo, wat moet ik concreet doen? Er zijn verschillende manieren. Je hebt, de main one is dus op www.chevening.org. Mm-hmm. Ik herhaal, www.chevening.org. Mm-hmm. Chevening schrijf je zo, chevening.org. En als je dus daarop klikt, dan kom je op de page, je zoekt naar Suriname. En daar kan je dus applyen. Wat heb je nodig? Je hebt verschillende eligibility criteria waaraan je moet voldoen. Mm-hmm. Wil je dus applyen? Ten eerste moet je in het bezit zijn van een bachelor's degree. Mm-hmm. Mag van any hogeschool in Suriname een bachelor's degree, ongeacht your field. En dat is het mooie van deze scholarship. Het is niet gelimiteerd aan of medici of main world. Anything dat je wilt studeren, dus bachelor's degree. Je moet goed zijn in de Engelse taal, woord en geschrift. Dus je moet dus ook een TOEFL-test doen. Om te kunnen aantonen dat je dus echt goed bent in Engels. Je moet 2 jaar werkervaring hebben binnen jouw vakgebied. En ik benadruk binnen jouw vakgebied, ik zeg maar wat, in mijn geval, wil ik een studie doen in de mijnbouw, moet ik al 2 jaar ervaring hebben binnen mijnbouw. Ja, dus binnen die sector. Binnen die sector. Ja. Dus ik zeg maar wat, al heb ik, al ben ik dus leerkracht geweest 2 jaar, is dat niet binnen de mainboard, dus dan mag je dat telt dat niet. Ja. Dus echt 2 jaar ervaring binnen jouw vakgebied. Vergeet ik wat? Nee. Dat is dus wat je dus nodig hebt. Mm-hmm. If everything checks out, dan kan je dus applyen. Mis één van die dingen, schopt het systeem je echt gewoon eruit. Precies. Omdat dat al die preselectie is die ze maken. Mm-hmm. Dus echt gewoon die dingen hebben. En dan applyen. Alles geschiet online. Ja. Je applied online, je moet je diploma scannen, je moet je paspoort uploaden, everything. En uiteindelijk kan dat dus tot 3 november. Je gaat ook essays moeten schrijven. Okay. Yeah. En die essays zijn zeer belangrijk. Waar moet ik kijken daar? Die essays zijn zeer belangrijk. Echt. Je moet schrijven over leadership, want ze zoeken naar leiders, toch? Je moet leiderschapskwaliteiten hebben. Je moet schrijven over networking. Hoe zal je je kans gebruiken in de UK om te netwerken, maar zodanig dat het ten bate komt van Suriname, snap je? Je moet een essay schrijven over je carrièreplan. Ze willen eigenlijk zien van oké, als ik je deze kans geef,
Wat ga je doen daarna? Wat doe je na je studie? Dus er zijn 4 essays toch die je moet schrijven? Ja, er zijn 4 essays in totaal. Ik denk, toen was het volgens mij 500 woorden of zo. Maar eigenlijk in die essays moet je jezelf verkopen. Ja. Precies. Letterlijk. Ja, ja. En dan ga je dan naar het volgende deel van het proces. Ja. En nadat je dus je dingen hebt submit tot 3 november, dan is er een panel die gaat lezen. Daar zijn er bijna 60.000 applications from all over the world. Mm-hmm. En daarna wordt er een screening gemaakt. Mm-hmm. En als je essays sterk zijn, dan word je uitgenodigd voor een interview en dat is bij de Nederlandse ambassade. Ja, het leek me een soort best of the best ding. Ja, het is. Ja. Dat is het ook. Ja, het is. Het is. Het is very competitive, maar het is ook fully funded. Alles wordt bekostigd. Weet je, dus ze willen wel echt investeren in serieuze kandidaten. Yeah. Je moet heel serieus zijn. Het is de moeite waard. Het is de moeite waard. Het is sowieso de moeite waard. Want ik heb het echt wel vorig jaar zeg maar, eigenlijk meegemaakt. En om eerlijk te zijn, zeg maar eigenlijk al de benefits die je allemaal kreeg van zo'n jaar. Het was heel, ik ben heel dankbaar ervoor. Ja. Het was heel prettig studeren. Ja. Terwijl dus eigenlijk je weet dat eigenlijk alles van je fully funded is. Precies. Precies. Ja. Nog een andere vraag. Is het zo dat je naar zeg maar, Engeland moet gaan of naar Schotland moet gaan? Of is het een online studie? Oké. Voor nu, kijk, mijn tijd, 2018, 2019, was er geen COVID. Precies. Dus kan je dus gewoon, de bedoeling is dat je applied naar de universiteit binnen het Verenigd Koninkrijk. Okay. Dus je kan naar Engeland, je kan naar Schotland, je kan naar Wales, je kan naar Noord-Ierland, toch? En universiteit. Nu vanwege COVID moeten we even kijken naar wanneer mag het luchtweerruim weer open, et cetera. Ja. Maar kijk, deze mensen die nu zullen applyen, zullen pas schooljaar 2021, 2022 gaan. Ja. Dus ervan uitgaan dat de COVID-situatie is veranderd, zullen zij dus wel gewoon naar UK kunnen vliegen, zeg maar. Maar er is, dit jaar is er weer een student gekozen, Prashant Ganga Prashad. Hij zal, hij zal International Business studeren aan de University of Derby. En Prashant zal dus eigenlijk proberen om online te starten, tot het luchtruim weer open gaat om dan te kunnen gaan. Dus nu zijn ze dus daarmee bezig. Dus sommige universiteiten bieden die online studies aan, mogelijkheden aan. Maar het is natuurlijk leuker als je kan gaan naar het land. Precies. Ja. Want ik weet bijvoorbeeld van de University of Manchester, dat in principe zeg maar eigenlijk in oktober, dat ze eigenlijk plannen maken om eigenlijk weer open te gaan. Okay. Dus zeg maar, als je zeg maar, een studie doet op die universiteit, dus dan kan je eigenlijk wel gewoon wel attenden. Maar en natuurlijk het hangt van de COVID-toestand in het land. Ja. U zegt, u heeft eerder aangegeven dat u bezig bent met uw, u bent bezig af te ronden. Ja, dat klopt. Was u ook in Manchester? Ja, ja. Dus in principe, ik ben zeg maar vanaf september ben ik eigenlijk, dus eigenlijk daar geweest, heb ik les gevolgd. En dat zat er met mei, want toen eigenlijk, zeg maar, eigenlijk de pandemie uitbrak, dus toen eigenlijk de universiteit werd toen gesloten. Mm-hmm. En dus hebben ze toen eigenlijk de kans gehad als studenten om terug te keren naar ons land. Mm-hmm. Dus gedurende eigenlijk, zeg maar, eigenlijk de periode waar ik mijn thesis schreef, dus ben ik eigenlijk wel in Suriname geweest en kon ik gewoon nog maar online eigenlijk mijn thesis afmaken. Mm-hmm. Maar ik was wel klaar eigenlijk met alle klassen die ik allemaal moest volgen. Mm-hmm. En volgende week moet het zo zijn? Of? Ja, volgend jaar. Dus volgend jaar? Of volgende week moet ik het zover zijn. Oké. Nee, dus daar beginnen we u alvast te feliciteren. Hartelijk dank. Mevrouw Daarson, tot slot. Mm-hmm. Hoeveel Surinamers hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid? Weet u dat toevallig? Tot nu toe in totaal 7 van ons in totaal. 7 denk ik, Ja, 7 zijn gekozen. Want we zitten samen in een pool met Guyana. Precies. Omdat we geen ambassade hebben of High Commission in Suriname. Mm-hmm. Dus alles gebeurt nu in samenwerking met Guyana. Mm-hmm. En tot nu toe 7 studenten. En daarom zijn we hier om het eigenlijk te promoten. Het is fully funded. Je vlucht wordt gedekt, je universiteit, studiekosten, huurgeld, zakgeld, everything wordt gedekt. Je krijgt de kans om niet alleen te studeren, maar je ontmoet mensen from all over the world. Je kan netwerken en het mooie ervan is, je kan Suriname op de kaart zetten. Weet je, dus je kan Suriname promoten en je kan reizen. Weet je niet, moet je eerlijk zijn. Het is niet alleen studeren, het is voor jezelf. Het is een andere ervaring. Het is een andere ervaring. Dus het is definitely een En wat ik eigenlijk ook mooi vind, is dat eigenlijk Schiffening, zeg maar eigenlijk, zij stimuleren de social skills in hun studenten. Vandaar dus dat ze dus, zeg maar, eigenlijk gedurende het hele schooljaar
dat ze dan eigenlijk een heleboel activiteiten zeg maar, organiseren waar eigenlijk die studenten mee kunnen doen. En dus die hebben eigenlijk allemaal eigenlijk als doel dat eigenlijk jij die social skills die je nodig hebt, een beetje later, bijvoorbeeld eigenlijk wanneer je gaat werken, dat je ze zeg maar, eigenlijk in praktijk kan zetten. Ja. En dat was echt awesome. Ja. En tot slot, u had aangegeven van mensen gaan studeren en dan blijven ze in die landen en zo. Bij Scheveningen kan dat niet. Ja. Je kan dus na je studie niet in UK blijven. Precies. Je bent verplicht, omdat ze je klaarstomen voor jouw eigen land, want je moet jouw land opbouwen, ben je verplicht 2 jaren terug te geven. Dat wil zeggen, wanneer je terugkomt, moet je dus 2 jaren werken voor Suriname. Ik zeg altijd voor land en volk. Moet je werken en dan, daarna mag je dus anywhere gaan. Maar het is dus wel de bedoeling dat je 2 jaar komt, je kennis deelt, overdraagt en then you're free to go. Ja, om het maar zo te zeggen. Om het maar zo te zeggen. Ik stel jullie in de gelegenheid om andere Surinaamse studenten zeg maar, zeg maar een beetje van deze plaats uit te motiveren om deel te nemen aan deze zeg maar, studiebeurs. Oké. Nou, in principe, als jij, zeg maar, bijvoorbeeld net als eigenlijk hoe ik ongeveer 1 jaar geleden was, dat je eigenlijk een bachelor student bent. En dus eigenlijk, jij hebt misschien gewerkt voor ongeveer 2 jaren en je wilt doorgroeien. En eigenlijk, jij ziet het als eigenlijk de beste mogelijkheid is eigenlijk door gewoon door te studeren. Dan wil ik je sowieso in principe, moet ik zeggen, eigenlijk, leren eigenlijk om te applyen voor deze scholarship, want het is fully funded. Yeah. Wat betekent dus dat eigenlijk je complete studie eigenlijk wordt gedekt. Daarnaast ook nog, dus zoals eigenlijk ik ook al aangaf, eigenlijk krijg je ook bepaalde social skills mee. Dus ik wil je echt stimuleren eigenlijk om echt te applyen voor deze scholarship. Oh, my turn? Oké. Beste studenten, ik wil jullie echt gewoon oproepen om te applyen. Er zijn mensen all over the world die gebruik maken van deze scholarship. Waarom wij niet? Denk niet van, maar wat, dan moet ik mijn familie laten, dan moet ik die Gridbana soep laten. Je gaat het missen, maar je komt terug met je master's degree. Je komt terug met een breed, groter netwerk en je gaat er geen spijt van hebben. En het mooie ervan is, in principe betaalt men je om te studeren. Ja. Dus mis deze kans niet. Apply. We zijn te bereiken op, je kan een e-mail sturen naar Silena Darson. Silena Darson 18@hotmail.com. Indien je vragen hebt, en je kan ook gewoon searchen op Facebook, Silena Darson. En dan zullen wij je dus de informatie geven. En if needed, de begeleiding. Okay. Yes. Hartelijk bedankt, dames. En heel veel succes in jullie verdere carrière. Thank you. Beste kijkers en luisteraars, u heeft het gehoord. We hebben gesproken met 2 afgestudeerden. Ja, bijna afgestudeerden. Eentje is afgestudeerd. Eentje moet nog afstuderen deze week aan de universiteit in Manchester. En als u thuis bent en u mompelt om zeg maar, deel te nemen aan zo'n studiebeurs, aarzel niet om contact te nemen met deze 2 dames, zodat ze u verder kunnen begeleiden.